En dan bevind ik mij, Rashid, nergens anders bij Avenida Bijlamar, waar vandaag het team van Mexico zal arriveren en hun intrek zal doen in een van de hotels hier achter mij. Sterker nog, het team van Costa Rica is ook hier aanwezig. Maar wat nog leuker is en spannender is, is dat ik de minister van Sport bij me heb. En met hem ga ik ook natuurlijk praten over zijn belevenis en het WK van Brazilië. Dat is, dankjewel, Katusha. Het is een hele ervaring. Ik heb namelijk die opening meegemaakt. Zeer wervelend. En het kan niet anders. Het is in de Walhalla van voetbal. En het is de mekka van voetbal. In feite zou je denken van voetbal komt uit Brazilië. Maar het is inderdaad niet zo. Het komt uit Engeland. Maar wat we hier allemaal meemaken van dichtbij is zeer voortreffelijk. Is Brazilië uw favoriet? Altijd. We hebben straks dan ook nog Argentinië die tegen Bosnië gaat moeten spelen. Wat zegt zo'n wedstrijd u? Nou, bij elke week waaraan Argentinië vooral meedoet, zijn ze een van de favorieten. En vooral deze Argentinië die na Maradona weer een wonderzoon heeft voortgebracht, namelijk Messi. Heeft een geweldige aanvalslinie, zeer bikkelharde spelers. En van nature zijn ze zo. En ik denk wel dat we heel veel van ze mogen verwachten. De aanvalslinie, als ze ons niet mogen teleurstellen, denk ik wel dat ze ver kunnen eindigen in deze weken. Duitsland gaat in actie komen tegen Portugal, Portugal van Cristiano Ronaldo. Wat denkt u daarbij? Nou, Duitsland is van oudsher bekend van hun collectiviteit. Ze spelen erg collectief en je hebt nu spelers die wederom uitschieten van de rest. Die linksbenige, die goeie, die Müller. Die Kroos zijn sterke jongens en ik denk dat ze in de counter heel erg sterk zijn en verdedigend zijn ze altijd bikkelhard. En Portugal die heeft het van de counter met de snelle mannen als Ronaldo. Die moet het gaan maken. Rashid, we hebben het gehad voor wat deze aflevering betreft natuurlijk. En natuurlijk de updates van het WK vanuit Fortaleza. Ik zei je al, live vanuit Avenida Beira-Mar en natuurlijk het strand Iraci. Zeggen wij natuurlijk een fantastische avond verder aan jou, je gasten en alle mensen op locatie. En wij zeggen voor de andere bijdrage van de WK Updates live vanuit Brazilië. Tot morgen.